Esther, die lacht nu nog. Oh jee. Oh, storing. Kijk hier dan. Zo! Ja! Daar gaan we! En wat zeggen we dan? Hij was hartstikke ruw in het verleden, maar ze hebben een retrack gedaan. Is too fast for him. No free fall is too high for him. No troll ride is too intense for him. This is him. Ruben Koet, the white specialist. Vrienden, welkom alweer bij een gloednieuwe review hier op Extreme Rides. We zijn vandaag bij Alligator Park in Frankrijk, bij het plaatje Metz. Dat is een park waar je langs rijdt als je naar Zuid-Frankrijk rijdt. Ben je in het verleden ook geweest? Toen was ik niet zo heel erg te spreken over het park, maar ik zie voor me dat ze al wat aanpassingen hebben gedaan. Ik zie voor me dat ze zonnepanelen boven de parkeerplaats gemaakt hebben, dus dat ziet er al positief uit. Dus ik ben benieuwd hoe het park er nu bij ligt. Zoals gezegd, laatste keer was het niet zo fantastisch. Maar dit keer komt het sowieso goed, want ik ben namelijk niet alleen. Slijmjurk weer. Ja, dat wordt sowieso een mooie dag, want Esther is erbij. En samen met haar en jullie gaan we een dagje Alligator Park bezoeken. En dit, lieve mensen, wordt ons speeltrein voor vandaag. Nou, voor aan het park is het ongeveer hetzelfde als de laatste keer toen ik hier was. Ik moet wel zeggen dat het er een stukje beter uitziet dan de laatste keer. Alligator Park staat onder de pretparkfans niet echt heel erg hoog aangeschreven. Maar ik zie wel dat het park een positieve ontwikkeling maakt hoor in de jaren. We zijn onderweg naar de eerste grote attractie. Ondertussen laat ik jullie gewoon wat beelden van het park zien. Een beetje random. En je ziet dat het hier en daar toch wat kaal is. Maar dat vind ik wel een goede keuze en hier daar toch een beetje opgeknapt. Zoals hier hebben ze leuke poppen toegevoegd voor Alligator. Maar op de vlonder hier en achter de vlonder is eigenlijk gewoon helemaal niets. En dat vind ik wel een goede keuze, want eerder stonden hier decorstukken, die stonden te vervallen. Dan kun je ze beter weghalen en misschien opknappen achter de schermen en dan terugplaatsen. In plaats van in het park te laten staan en laten vervallen, gewoon helemaal weggooien. Dan is kaal misschien beter dan decorstukken die staan te verrotten. Hoewel een paar banken zal niet meer staan, maar je ziet ook dat sommige attracties goed opgeknapt zijn en andere minder. We gaan de eerste attractie doen en dat wordt de Wildwaterbaan. Dino World is opgeknapt sinds de laatste keer dat ik hier was. Vroeger stond hier de tank hoor, die is weggehaald. Dus hebben ze nou een dinosaurus in de plaats gezet. Die fonteinen zijn er van de attractie. En je ziet wat onkruid ernaast. Ook hier zie je dat het allemaal niet zo netjes is. Maar laten we eerlijk zijn, in Walibi Holland is het decoratie, dan noemen ze het de wildernis. En hier is het dinoland en in die tijd werd het ook niet allemaal netjes om te houden. Dus als je het zo bekijkt, ziet het er netjes uit. En in Dino World vinden we dus ook de Dino Raft en daar gaan we nu in stappen. Je ziet achter de nieuwe team, je ziet de oude team, je ziet nog staan. We hebben ze niet afgebroken. Ze hebben alleen nieuwe teaming naar voren gezet. Maar de nieuwe teaming ziet er wel netjes uit. We gaan naar boven, de lift erop. Wow. Hoppa! Best een ruw riviertje. We starten lekker. Dan gaan we nog een keer. Dit is best een flinke golf. Zo! Die zijn dat niet! Een bilmaat. Ja, dit is de oude team die hier staat. Maar ja, zoals net gezegd, Dino World. Ja, het past allemaal netjes en mooi bij. Oh. We krijgen weer zo'n flinke golf. Hopelijk naar de andere kant de boot in. Want ik hou niet zo van mijn waterbanen. Maar die eerste golf, kijk dan jongens. Het hele bootje ligt vol met water. Zien jullie dat? Zo'n golf was dat. Dan komt er weer zo'n hele grote golf aan. Hopelijk aan die kant. Ja, ja, die komt mooi binnen. Hop. Ah, valt mij. Hier zie je nog een dinosaurus. En hier zie je de volgende golf. Nee. Ja, ja, lekker hoor. Ja, dan klagen mensen over de decoratie dat het wat te simpel is. Maar als je naar Park Asterix gaat, naar de krant, de Splash, zit ook verder helemaal geen decoratie. Dat vind ik ook wel gemis. Maar deze baan is wel goed nat hoor. Dan krijgen we de watervallen. Ja, oh.
Natte rijden, dan gaan we hier weer. Kijk dus. Hop, die pakken we gelukkig goed. We krijgen nog één golfje. Dit is de laatste golf. De laatste golf. Ja, ja, ja. Ah. En zo varen we richting het stationnetje terug. Of beter gezegd de haven, maar het is echt een hele natte baan. Ongelooflijk wat een ding. Nou, hier was eerder ook thematisering, maar zo te zien is dat dus ook weg. Hier stonden drie van die grote paardenpoppen vroeger, geloof ik. Die hebben ze blijkbaar wel weggehaald. Het enige jammer vind ik wel dat ze geen dinosaurus hebben gebruikt voor interactie, zeg maar. Dat je dus een dinosaurus hebt die water spuit of zo, maar aan de andere kant is het nat genoeg. Hier in Dinoworld is wel een nieuwe attractie neergestreken. Dat is deze, een soort vliegende fietsen, maar dan in stijl van ja, dinosaurussen. Ja, en dit zie je meer in het park, dat ze meer kinderattracties toevoegen. En ik denk dat het best slim is, want het was natuurlijk waar dat die Smurf die zit heel erg in op grote attracties. Maar je ziet ook in andere attractieparken dat dat niet loopt. Thematisering, kinderattracties, familieattracties, daar trek je veel meer volk mee dan een hele snelle achtbaan. En zo verlaten wij Dinoworld en dan komen we bij een oud kasteel terecht. En ook deze decoratie bovenop de torens is wat kapot. Maar aan de andere kant, het is een oud kasteel. Dat is vervallen en kapot, dus dat past er wel mooi bij. Nou, welkom. Oh, sexy. Het is de spookhuis. Het is een club. Dit is veel oud elementen zitten erin. Waar je doorheen loopt. Kom maar, veel oud elementen. Lekker vibreren. Nou, het is niet echt nog een spookhuis, hè? Het is wel vet. Als je hier blijft staan, dan draait de hele kamer. Alsjeblieft, hè. Alsjeblieft. Ik vind het wel mooi zo met het blacklight. Maar het is meer funhouse dan... Dat spookhuis. Dat is ook wel mooi gedaan zo. Kijk hier dan. Je kunt wel een beetje zelf light action maken, dat is geen probleem, resten. Dan gaan we hier naar beneden. En onder veel blacklight tekeningen. Nou, hier. Zie je ook niks! Wat is er? Niks. Nee, ik spreeks. Het is wel een mooi lang spookhuis. Er zitten veel scènes in. Ja, eerlijk is eerlijk, viel me niet tegen. Ik vond het decor best mooi met de blacklight iedere keer. Een voordeel daaraan is dat je niet zoveel details hoeft toe te voegen. Want alles wat je ja, dan zeg maar in die kleuren schildert, die fluoriserende kleuren, die lichten erop. Dus in de spookhuis is vrij makkelijk te thematiseren, vind ik. Die live actors, die vond ik er leuk in. De eerste natuurlijk die persoon die je naar binnen laat, die laat je nog even schrikken. Dan in het midden zat er eentje, maar die hebben we beide gemist op de film.
Ja. Die laatste die stond daar gebruikt in film, die was wel leuk. Ja. Leuk spookhuisje. Zeker dat er live action in zit. Ik had net over kinderattracties. Nou, je ziet hier een treintje waarbij rijden. Dat is wat ik bedoel. Het ziet er netjes uit. Leuk opgeknapt. En dat is denk ik ook waar ze naartoe moeten. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Plopsa, zie je alleen maar kinderachtbanen. Ze hebben onlangs natuurlijk Ride to Happiness hebben ze toegevoegd. En natuurlijk House of Anubis. Dat zijn echt twee topachtbanen. Maar ze hebben heel veel kinderachtbanen. Je ziet hoe populair dat is. Natuurlijk zitten er ook wel figuren bij van Studio 100. Maar op zich denk ik dat een kinderpark tegenwoordig beter loopt dan een park voor volwassenen. Heerlijk mensen, de ouderwetse anti-rollback. Wat een prachtig geluid en welkom op de Comet. Dit is de Python Min, zullen we maar zeggen. Waarom Python Min? Hij heeft één looping en twee kurkentrekkers. En zoals bekend heeft de Python twee loopings en twee kurkentrekkers. Dat is weer naar dat minnetje. We gaan genieten. Nou mensen, welkom allemaal in de G-Log. Die hebben we natuurlijk onlangs gedaan in Fort Fun, de Thunderbirds. Ik ben helemaal ja. Dat deze met vieren. Helemaal gelijk. Ja. Goed dat jou dat opvalt, dat was mij nog niet opgevallen, maar helemaal gelijk. Dit is een grotere capaciteit molen van Zampala. Ook zo'n airways. Ja. Alleen deze vliegtuig is van 4 personen. En in Fort Fun, de Thunderbirds met 2 personen. Maar de rit is verder gelijk als de Thunderbirds. We gaan genieten van deze G-Log. Daar gaan we! Over de kop! Hey. En wat Esther laatst ook zei, en daar had ze ook wel een beetje gelijk in. Hij lijkt ook een beetje op de Devil Rock op de kermis. Dat vind ik een geweldige machine. Maar als ik dan zeg maar naar buiten richt, dan ga je over de kop heen. Die slag is wat kleiner en gaat dan met zwaartekracht. Waardoor die wel intenser is, Esther. Esther is even druk bezig met andere zaken. Vandaar dat ik die Devil Rock wat fijner en wat heftiger vind dan deze G-Log. Maar het is echt een heerlijke machine dit. De zon schijnt, de G-kracht, ik zit lekker. Wat wil je nog meer? Sommigen zeggen dat ik gek ben. Nee, je bent lekker normaal als je op een zondagmiddag naar voetbal gaat zitten kijken. De boel elkaar gaat slopen of depressief bent omdat je voetbalclubje verliest. En onder de alcohol zitten. Gekroond. Nou, dat vind ik niet normaal. Dit is voor mij lekker jongens. Dit is genieten. Zo, en we zijn weer veilig geland mensen. Heerlijke rit dit, leuke attractie. Jammer dat er geen reizenmodel van is hier in Europa. Ik heb haar ermee ingekregen, dames en heren. Daar gaan we, de Space Shoot. In Walibi Holland zei je een uur voor een wachtrij, maar hier kun je zo instappen. Ja, daar gaan we. En wat zeggen we dan? Lekker hoor, zeggen we dan. Even met mee. Ja, dat zeg ik toch. Oh, dat vrouwtje, hè, iedere keer. Hij gaat weer gewoon mee. Ja goed, in de Walibi Holland is exact dezelfde toren, ook een SNS. De Space Shot, weet je daar, hier de Space Shoot.
Maar in Woudenhollands ga je een uur voor in de wachtrij en hier ben je zo aan de beurt. Sterker nog, we kunnen gewoon nog een keertje gaan. 3, 2, 1, go! Lekkero! Probeer het een beetje airtime, maar niet echt extreem. Prachtig uitzicht over een park, hé mensen. Leuk torentje. Alleen jammer dat het zo kort is. Ik doe ze graag altijd een hele lange wachtrij en weinig capaciteit. 3 aan iedere kant, zijn 12 per rit. Ja, is gewoon heel erg weinig, maar gelukkig is hij rustig. Ja, zoals net ook gezegd, sommige delen zijn opgeknapt, andere delen nog niet. Space thema is niet opgeknapt, maar hier dit wel. Moet ik wel zeggen, kinderattracties. Ze zijn natuurlijk heel makkelijk te decoreren en netjes te maken. Achtbaan is natuurlijk een stuk lastiger te decoreren. Maar ik vind het er netjes uitzien zo, deze nieuwe paardenbaan hier in het park. Zo zie je dat ze echt volledig op families aan het focussen zijn. Alligator, mascotte hier door het park heen. Ja, nogmaals, ik denk een verstandige keuze. Weet je wat het is? Mensen zoals wij, jij, ik, de jongvolwassenen die naar pretparken gaan. Reizen rustig een aantal dagen voor een pretpark, Europa Park, Fantasialand, dat soort pretparken, die ga je toch niet mee even naren. Kijk, daar heb je zoveel jaar achterstand heb je op, dan kun je beter op families richten hier in de buurt, die lekker een dagje weg willen, gewoon een lekker dagje naar Alligator Park, dan dat je echt een superieur park zet met allemaal grote, heftige, zwaar gedecoreerde achtbanen. Ik denk dat ze dat heel goed doen om te zeggen, we gaan meer op families richten en minder die grote achtbanen. Hoe spijtig ik het zelf ook vind, want die monster is echt geweldig. Maar ja, ik snap ook wel dat ze niet 3 van dat soort achtbanen in het park gaan zetten, want je trekt er niet meer volk mee. Achter dit scherm zijn heel wat attracties gesloten, allemaal kinderattracties. Onder de monorail, kinderwildwaterbaan en zo zijn ze allemaal netjes aan het opknappen zodat het weer toonbaar is en weer opnieuw kan gebruikt worden. En daarmee hopelijk wat meer families gaan aantrekken naar het park. Wilde Westen ziet er netjes uit, maar ook dit hoeft niet zo heel veel onderhoud, zullen we maar zeggen, want het moet allemaal een beetje oud uitzien. Ballonnenmolen hebben ze helemaal opnieuw opgeknapt, het ziet er ook heel netjes uit. Diverse kinderattractie. Ja, de tripride hebben ze dus wel helemaal netjes opgeknapt. Alleen jammer genoeg niet in de stijl van de Wilde Westen. De buggies die nu voorbij zien rijden wel, die zijn wel helemaal in die stijl gemaakt. En verderop staat nog de waterglijbaan, maar die hebben ze helemaal verkracht. Kijk die kleuren dan, het ziet er niet uit. Vroeger zat er een dak op, maar nee, dit moeten ze nog aanpakken. Maak hem gewoon mooi bruin. Zet er een koets naast of iets. Beetje westernstijl, maar dat zullen ze nog wel gaan doen. Want ik zei, want de ene attractie wordt aangepakt. En de andere niet, deze zullen ze nog wel gaan aanpakken. Dan is het tijd voor de Anaconda. Nou, welkom mensen en voornamelijk Esther op de Anaconda. Mijn ervaring met deze achtbaan zijn totaal niet goed. Hij was hartstikke ruw in het verleden, maar ze hebben een retrack gedaan. En niet alleen dat, er staat een compleet nieuwe trein op. Wat ook wel pijnlijk met deze trein is dat die beugel al zonder van elkaar gesloten kan worden. Retracking, zeg niet altijd dat het goed werkt, dat zien we al bijvoorbeeld in Movie Park met de band die ook geretrackt, maar dat ding is ook nog steeds hartstikke ruw. Eerder was deze net zo ruw als de band, het echt verschrikkelijk was die baan. Ik ben benieuwd of die retrack effect gehad heeft en die nieuwe trein effect heeft. Maar het geeft wel weer aan dat Alligator Park aan het investeren is om die oude attracties goed te krijgen, die gewoon comfortabele ritten door mensen vaker willen gaan doen en mensen vaker terug willen komen naar het park. Er zijn geen nieuwe attracties toegevoegd de laatste jaren, maar de attracties die er zijn, die zijn wel opgepakt. En hopelijk dat het effect heeft en dat dadelijk iemand gaat voorbij komen. Kijk, bovenaan, komen we op de markt heen. Hoppa, Sebastian. Hey, we're gonna get the market!
goede baan. Echt een goede baan. Zo, die hebben dus echt positief verrast. Dus het kan dus wel. Wat ik zei onderweg, ik weet niet of het helemaal te verstaan was vanwege die herrie. De nieuwe generaties achtbanen, Trojors en de Draak. Great Coasters International bouwen natuurlijk veel betere achtbanen. Maar deze komt uit 1989, zo wat oud. Maar het geeft me wel hoop voor de Bandit. Als deze achtbaan een nieuwe trein en retrack er bovenop kan komen, kan de Bandit dat ook. Dus het kan wel. Echt, ik zou bijna zeggen, mooie toevoeging tot het park. Dit is weer echt leuk om te doen, zo'n achtbaan. Het volgende achtbaantje wat we tegenkomen is een kinderachtbaantje. Zie je vaak op de kermissen. Gewoon een Big Apple zoals hij daar heet. Maar in pretparken zien ze ook alsmaar meer en meer. En dan draait voor ons in één keer de crinoline van de Duitse kermis naar dit park gekomen. Dit komt nog uit de tijd dat dit park van die reizigers waren. Die hebben een aantal jaar dit park uitgebouwd, Relicator Park. En heel veel kermisattracties naar dit park toegebracht. Polyp, Zutsiwelle, maar het heeft helaas niet gewerkt. Later is het dus doorverkocht naar Aspro Parks. En daar is het dus nu onderdeel nog steeds van. Maar crinoline hebben ze nog laten staan. Save the best for last. Nee, niet deze. Die erachterin. Die witte baan, monster. En kijk die decoratie. Ja, die is er niet. Daar kunnen we er ook niets over zeggen. Niks negatiefs, want het is er immers niet. Esther, die lacht nu nog. Oh jee. Oh, storing. Hij bleef even hameren. Maar daar gaan we toch? Heerlijk. Osiris op deze. Natuurlijk Osiris beter gedecoreerd. Tunnels langs de baan, watervallen, maar toch deze baan. Gooi hem niet weg, hoor. Wat een heerlijke achtbaan is dit. Geen decoratie, dat dan niet meer normaal. Zich qua uit, gewoon fantastisch. Ja, jongens, heerlijk. Dit is gewoon magnifiek, zoals de Fransen willen zeggen. Wat een baan, wat een baan. Verder staat hier een schommelbootje voor de kleinste. En een schommelbootje voor de grootste die ook netjes opgeknapt is. Alleen er zit helemaal niemand in op dit moment. En zo zijn we weer aan de ingang gekomen. Rechts staat weer de Wellenflieker. Maar we gaan de laatste attractie doen voor vandaag. Wellyboat. En vanaf hier gaan we direct afscheid nemen van jullie. Ja, ten opzichte van de laatste keer is het echt een verbetering. Esther heeft het niet meegemaakt de laatste keer. Maar de laatste keer was echt gewoon een ramp. Ja? Ze hebben heel veel dingen hebben ze gewoon goed aangepakt. Eerlijk is eerlijk. Je ziet echt een stijgende lijn hier in het park. Het idee van we zetten een grote achtbaan neer en we hebben meer volk. Ja, dat werkte simpelweg zo niet. Dat zie je dus bijvoorbeeld aan Monster. Die is toen hier geplaatst, totaal geen decoratie bij. En dacht je, nou, we trekken wel volk. Maar men wil ook decoratie. Dat zie je dan weer aan Toverland dat het ook niet altijd werkt. Maar Phoenix heeft ook niet opgebracht wat ze hoopten. Maar al met al is het wel een leuk parkje. En ik kom hier wel graag, moet ik zeggen. Ik vermaak me hier altijd wel. Het is wel een dagvullend programmaatje bij mij. Monster doet er een aantal keer. Die Shot and Drop doet er een aantal keer. Wat gezegd, die specials staan een uur voor in de wachtrij in Walibi. Hier stap je zo in. Dus je kunt meerdere keren grote attracties doen. Ben je meer van één of twee keer een attractie doen, dan ben je hier na een halve dag wel uitgekeken. Maar ja, ben je net zoals ik, zoals herhaling van dezelfde attracties.
Hoewel die wildwaterbaan, die rafting, die is wel erg nat. Nee, niet nog een keer? Nee, niet nog een keer. Maar die hebben ze wel goed aangepakt. Ziet er ook leuk uit. Ja, aan het begin een beetje knullig dat ze de nieuwe decoratie voor de oude decoratie geplaatst hebben. Maar dat is een kwestie een keertje met een sloopkogel doorheen en dan ziet het er ook weer netjes uit. Nee, ik vind het echt een verbetering. Vond ik ook. Was positief verrast eigenlijk. Ja. Naar jouw verhalen. Ja, ik had er al een beetje verteld hoe het hier was, maar ik ben blij dat jou positief verrast. En het is een leuk park, want als je naar het zuiden van Frankrijk gaat, bij Metz, je rijdt er letterlijk langs. Nou, dan kun je een stop maken van één dag. Je gaat een keertje naar een parkje, doe even een lekker parkje en dan heb je niet een hele lange rit naar het zuiden van Frankrijk. Dus nee, het is geen Europa-park, het is geen Disney, geen Fantasyland. Maar budget is daar ook niet naar. Maar ik vind het allemaal al gewoon een leuk parkje. Ik wil in ieder geval jullie bedanken voor het kijken van deze review. We zien elkaar de volgende keer weer in pretpark, zwembad, Rodebaan, Wikkelwaar, kermis. Tot dan weer. Hoi!